Dziękuję panu, pani, pan Lukas Hartong w imieniu niezrzeszonych. Voorzitter, het lijkt me een van de basisvereisten van een eurocommissaris voor begroting dat hij kan rekenen. Meneer Lewandowski stelt dat de miljardenbegroting gaat stijgen met 5%, maar dat klopt niet. Het is veel meer als we alle posten meenemen die hij nu door een boekhoudkundig foefje buiten de begroting houdt. Dat betreft vele miljarden euro's. De Nederlandse regering heeft dan ook samen met een aantal andere wijze en verstandige lidstaten gevraagd om bevriezing van de miljardenbegroting. Dan hebben we het nog niet eens over echte besparingen, maar simpelweg over het bevriezen van een toch al veel te hoge begroting. Maar zelfs dat is te veel gevraagd. Meneer Lewandowski scheldt de democratisch gekozen collega's van de Deense Volkspartij, de zuinige Engelsen, de ware Finnen en de PVV uit als arrogant. Dat is weer een nieuwe term, naast de populisten van meneer Barroso. Meneer Lewandowski wil er geld bij om afbraak van belangrijke EU-presentaties tegen te gaan. Wel nu, die prestaties zijn er gewoonweg niet. Het is één brei van mislukte, duurbetaalde, waanzinnige projecten die geen enkele toegevoegde waarde vertonen. En slechts dienen ter bevrediging van de rondom hun heen schoppende Europese elite. Gelukkig heeft de burger dat steeds meer door, want die laat zich niet meer wegzetten als populist of arrogant, meneer Lewandowski. De ware democraat weet namelijk waar zijn of haar stem in goede handen is en wie werkelijk arrogant is. Dank u wel. Dziękuję panu. Teraz inni wpisani mówcy. Pierwszy zabierze głos pan Blue Card. Are you ready to answer, colleague? Yes, please. Dank u wel, voorzitter. Het